kijkt naar zijn hand. Op de leuning van zijn stoel, vingers tikken uit de maat. Niets te doen, laat tijd voor gevoel. En tijd heeft hij nou een heleboel. Nog één kop koffie dan, zijn vingers trillen ervan. Dat moet hij anders dan. Wanneer je niet meer werken kan. En koffie, wat is daar nou aan? Daar wordt hij ook al niet meer vrolijk van. Hij ziet zijn eigen hand doelloos liggend in zijn schoot. De vingers bruin van de sjek. Hij verveelt zich dood. De kamer staat blauw van de rook. En zijn vrouw irriteert hem ook. Beentjes in de lucht voor de stofzuiger. Het huis moet toch gewoon schoon. Vrijheid is een straf, hoe komt die de man af? Hoe leert hij het werken? Wie leert hem het werken? Hoe leert hij het werken af? Hij kijkt naar zijn hand. Op de leuning van zijn stoel. Het lege glas ernaast. Niets te doen, laat tijd voor gevoel. En tijd heeft hij nou een heleboel. Hij ziet zijn eigen hand, die hij ophouden moet. Zijn vingers schamen zich dood. Loon zonder dat je het werk ervoor doet. Zo werd hij niet opgevoed. Beentjes in de lucht voor de stofzuiger. Het huis moet toch gewoon schoon. Vrijheid is een straf, hoe komt die de man af? Hoe leert hij het werken? Wie leert hem het werken? Hoe leert hij het werken af? Hij kijkt naar zijn hand, tot een vuist gebald. Indrukwekkend, maar wat heb je eraan? Als je er niet mee durft te slaan. Als je nooit hebt leren vechten voor je bestaan. Als altijd alles draait om het houden van je baan. Dus die vuist heeft hij maar weer in zijn zak gedaan. Beentjes in de lucht voor de stofzuiger. Het huis moet dan gewoon schoon. Vrijheid is een straf, hoe komt die de man af? Hoe leert hij het werken? Wie leert hij het dromen? Hoe leert hij het leven aan? Sjaak kijkt naar zijn hand. Zoals zoveel Nederlandse dialecten wordt ook het Leids bedreigd met uitsterven. Het is niet alleen die befaamde Leidse R, maar ook het geheel van intonatie, vaste verbindingen en grammatica die Leids uniek maken. Dat moet u dan ook weer horen van een Vlaming. Met de overgang van Leiden als industriestad naar kennisstad zijn er al veel typische Leidse woorden en uitdrukkingen verloren gegaan. Vandaar dat wij heel graag Roggeveen Olijenboek de microfoon geven met hun nu al reeds befaamde vertaalmachine. Radio, aan de arbeid! Goedenavond, ik ben Roggeveen. Ik ben Olijenboek. En wij gaan u vanavond even een korte stoomcursus Leidse woorden en begrippen geven. Het is een interactieve cursus. Ja, interactief. Van u verwacht dat u meedoet. Zeker. Het Leids, ja, dat bestaat uit verschillende woorden, maar dat worden we steeds minder inderdaad. Het is het Leids vooral de toon is van belang. Dus het gaat erom hoe je iets zegt. En wat je precies zegt, maakt niet zoveel uit. Een beetje zoals Nico Dijkshoorn. We hebben daar een machine voor. Ja, een gepatenteerde machine. Wij branden onze toon niet aan het Leids. Oh, nee. Zal ik die machine even halen? Kan jij uitleggen hoe die werkt? Ja. Dat is goed. Oké. Als jij die machine even haalt, leg ik even uit hoe die werkt. Dat werkt als volgt. Olijenroek komt zo meteen uit als u uw hand opsteekt met deze microfoon. Dan zegt u een woord in het normaal Nederlands. En dan komt hij eruit uit de machine in het Leids. Ja, zo simpel is het. Thank you.
Barry van Eyck. Barry met dubbel R. Oké, ik kom even de zaal in weer. En dan, of weer, ik kom ook even de zaal in. En dan haal ik even woorden op. Of een zin, dat mag ook. Of iets als je iets wil laten vertalen. Heeft iemand een woord of een zin? Is er iemand? Daar zit een jongen, mevrouw. 3 oktober. 3 oktober. Je vraagt dat een gelukdiertje. Gelukdiertje. Ja, morgen. Nou, 4 alleen. 3 oktober. Ja, 3 keer. Misschien kunnen we het even allemaal nazeggen. Ik tel tot 3, dan 3 oktober. Of zoiets. 1, 2, 3. 3 oktober. Hartstikke goed. Zijn er nog meer mensen die iets hoort? Deze keer heeft er iets. Stoomstrijkijzer. Nou, mijn moeder had er een, maar ja. Zeg ik altijd tegen mijn moeder, ma, luister eens, man. Je hebt echt een stoomstrijkijzer. Een stoomstrijkijzer. Ja, allemaal even 1, 2, 3. Stoomstrijkijzer. Ik vind dat jullie snel leren, hè? Dat gaat heel goed. Iemand nog? Nergens? Ja, daar. Uitdrukkingen mag ook, hè? Uitdrukkingen mag ook. Ja. Sorry hoor. Vluchtelingencrisis. Vluchtelingencrisis. Zo, nou, pak het wel ingewikkeld. Heb je iets anders voor me? Of, nee, hè? Het is een uitdaging. Ja, sorry? Het is een uitdaging. Ja, dat is een uitdaging, ja. Vluchtelingencrisis, ja, maar dan moet het, ja, maar ja, dan ga ik even over nadenken. Rustig aan. Ja, ik kon het maar op één manier vertalen. Dat is eigenlijk, ja, vluchtelingencrisis eigenlijk. Ja, ik weet er eigenlijk gewoon een woord voor eigenlijk. Laten we die even oefenen, toch? Ja, dat bekend toch? 1, 2, 3. Vluchtelingencrisis. Zijn er nog speciale Leidse woorden die je toch nog... Ik hoor hier nog paraplu, hoor ik achter. Ja, paraplu. Paraplu, ja. Nou, ik vind echt, dat moeten we gelijk even met z'n allen doen. Gelijk even zitten. Ja. Dan gelijk met z'n allen. 1, 2, 3. Paraplu. Ik denk dat we sowieso even bladder niet moeten vergeten. De vertaling van bladder is sowieso kaal hoofd. Ja, wat is bladder? Kaal hoofd, ja. Voetbal. Voetbal. Hebben we misschien... Je moet hem ook even niet vergeten dat ook bladder is ook tevens ook gelijk het woord voor sorry maar vrouwelijk borst, zeg maar. Borst. Bladders? Ja, tientalig. Ja, misschien nog een pornpie. Hij moet nog een beetje afgesteld worden, maar hoe zeg je gedag? Hoe zeg je gedag in het Leids? Ik peer hem, ik ga er door, ik tear op. Bonjour. Het is wel moeilijk om dat zijn. En nog één keer. Ik teer op. Ik peer hem. Bonjour. Tevens wil ik gelijk even vragen. Als de helft kijkt. Even met z'n allen de Leidse duif gaan doen. Blijf hangen. De Leidse duif? Doe met z'n allen. Doe gelijk even zelf. Nou, ik moet echt beter afzetten. Wij zijn los. Teer op. Bonjour. 1, 2, 3. Wacht even. Ik tel even af, zo meteen. Tot 3, 2, 1. Doe met z'n allen koekeroe, de laatste dag. Koekeroe. 2, 3. 2, 3. 1. Sitting on his driver's seat, monkey pulled a throttle, locomotive jumped the gun, and at 90 miles an hour down the main line run. Big locomotive's right on time. The big locomotive's coming down the line. Big locomotive number 99, lefty
engineer with your worried mind. Engineer got the dispatcher on the phone. Told him all about his locomotive, his gun. To get on the washer operator to ride. Cause the monkey's got the main line so not tight. Switch operator got the message in time. Said there's a northbound living on the same main line. Open up the gate, we got to let him through the hole. Cause the monkey's got the locomotive under control. Big locomotive's right on time. Big locomotive's coming down the line. Big locomotive number 99. Left the engineer with the worried mind. Big locomotive's right on time. The big locomotive's coming down the line. The big locomotive number 99. Left the engineer with a worried mind. The big locomotive's right on time. The big locomotive's coming down. Big locomotive number 99 left the engineer with a worried mind. Dit was Aardigheid van Stadgezelschap PSTA. Ik dank onze gasten, mijn collega's. De productie en de Leidse Schouwburg. En ik wens u fijn publiek nog een hele fijne nacht van kunst en kennis. Bij Perenen. Left the engineer with the word.